Mensen, kinderen. Niemand. Ja. Ik hoorde dat Jan mijn leraar was. Leuk je te zien. Het belangrijkste waar je dadelijk mee in de weer gaat, is de voorbel daar. Mag ik het doen? Ja. Ja. En het is de bedoeling dat je even heel kort indrukt. Ja. Kijk, dit is om te waarschuwen dat ik mag. Ja. Dus dan trap je de rijpedaal maar in en hou hem even vast. Dan gaan we even vaart maken. Ik vind dit ongelooflijk, man. Ja, ik zou je zeggen, je maakt best wel eens wat mee in je leven, maar dit is werkelijk een volledige unieke ervaring. Fantastisch vind ik dit. De eerste meters en door het hek, dat is toch wel heel raar, moet ik zeggen hoor. Het is zo link dat dat gewoon zo mag, hè. En wie heeft er voorrang? Hoe zit het met het rode licht? Even het hondje groeten. Ja. Jan is een uiterst geruststellende man. Ik zou bijna zeggen de grote grijze geitenbreier. Oh. Kom eens hier. Nou, heb ik gelijk of niet? Oh, we moeten hier even goed opletten. Hè? Ja. Het moeilijkste is dat je gelijk moet coördineren, gelijk heel veel moet kijken wat er aan de hand is. En dan iedere keer als je weer gaat rijden, paf, even bellen, wat ik trouwens vreselijk leuk vind, toch een vorm van belletje trekken. Nou is dit een avontuur, zeg. Verdorie.